Goedemorgen, mijn vrije dag is aangebroken. Ik heb vandaag een missie. Het is een klusje wat gedaan moet worden, waar ik niet goed in ben, waar ik stress van krijg. Maar het moet gebeuren. Het is namelijk de kerstboodschappen doen, inkopen voor de kerstdagen. Het is vandaag dinsdag en de kerst is pas het weekend, maar we hebben recepten gekozen met producten die lang goed zijn, dus dingen uit de vriezer met drank of dingen die gerookt zijn bijvoorbeeld of iets met fruit, dus dat komt helemaal goed. Wij zijn namelijk voor dit jaar, oh die Teletubbies staan wel heel hard hè, wij zijn dit jaar bij Benno's familie verantwoordelijk voor de toetjes. En mijn familie voor het voorgerecht. Maar we zijn met veel en iedereen neemt veel mee. Dus we hoeven niet meerdere gerechtjes te maken. We maken gewoon één voorgerecht. Dus kom maar goed. Ik heb een plannetje bedacht. Tenminste, ik ga gewoon maar eens even beginnen met een boodschappenlijstje te maken. Want anders gaat het niet goed komen. Nou, stap 1, leid je kind af. Neem zelf één papiertje, geef de rest aan van het kladblok aan je kind. En geef ze iets wat ze nog nooit gezien hebben. Kijk eens hier, veel plezier. Ik ben vol goede moed begonnen, maar mijn pen is gekaapt. Mag ik die weer? Nee. Is van mij? Nee. Wel? Ja. Meira. Hier heb ik het lijstje met wat ik nu kan halen. Alle droge dingen, houdbare dingen, gerookte kip, uitjes, pijnboompitten, dat soort dingen allemaal. En hier heb ik nog een klein lijstje met fruit en sla, komkommer, sinaasappel, dat soort dingen. Maar ja, mijn pen is gejat. Nee. Is van mama? Nee. Wel. Kom even zitten. Mijn doel is eigenlijk om 8 uur naar de winkel te gaan. Want 8 uur gaat de winkel open en dan is het nog niet zo druk. Want als ik en moet zoeken in de winkel naar alle spullen en het is druk, dan kan ik eens goed naar huis gaan, want dan krijg ik gewoon een error. Mijn lijstje is klaar. Nou denk je misschien, is dit allemaal nodig voor een toetje? Ja, dit is allemaal nodig voor een taart. Dit is nodig voor een toetje en dit is nodig voor een ander toetje. Ja, Benno is altijd nogal van het uitpakken. Die is niet tevreden met één toetje, dus er moeten er minimaal 3 zijn. Ik zit me alleen net wel te bedenken dat we, als we tweede kerstdag naar mijn ouders gaan, dat we dan die ochtend, want we blijven bij Benno's ouders slapen. Dus dat we die ochtend het gerechtje moeten maken voor de middag bij mijn familie. Dus dan moeten al die spullen mee. Dus ik ben blij dat ik niet al te ingewikkeld dingen heb met heel veel stappen en zo. En vooral dingen die je gewoon moet snijden en door elkaar roeren. En niet nog bakken en koken en aanbraden en garen en zo. Gewoon een voorgerecht. Niet te moeilijk. Nou, ze lusten toch niks, dus maakt niet uit. Daarom hebben we voor iets simpels gekozen. Wat ben je aan het doen? Oh, Mayra die heeft de bak met druiven gevonden. Vind je het lekker? Oh. Ik denk dat ik mijn lijstje klaar heb. Ik geef wat ontbijten, want ik zou mezelf echt gewoon... Ik zie mezelf ervoor aan om gewoon de deur uit te rennen om maar gewoon die boodschappen gedaan te hebben. En dan vergeten zijn te ontbijten en dat je in de winkel staat en denkt... Oh, wat is dit een slecht idee. Ik kan niet meer denken, want ik moet eten. Dus dat ga ik eerst doen. Ga ik fatsoenlijke broek aantrekken, want ik heb nog steeds mijn joggingbroek aan. Dat is het eerste waar ik naar graai als 's ochtends om 5 uur onze wekker gaat. Wekker, hallo wekker. Oh, je luistert wel. Ik ga wel voor iets simpels. We hebben hier nog een kerststol liggen, dus die ga ik maar even een plakje van nemen. Ik zal voor de zekerheid, voordat ik het vergeet, ook maar even opschrijven dat we vanavond ook moeten eten. Avondeten. Anders ga ik dat ook vergeten. Dingen die door mijn hoofd gaan. Waarom heb ik gisteravond niet aan gedacht dat ik een lijstje had kunnen maken voor vandaag? Had me vandaag weer heel veel tijd gescheeld. Ik kreeg mijn haar ook helemaal niet gedaan meer vandaag. Dus ik dacht, laat maar.
En dan heb ik allemaal van die gedachten die dan door mijn hoofd gaan. Hè, van waarom lukt het op werkdagen wel om binnen 3 kwartier vanuit bed in de auto te zitten? En ben ik nu al 3 uur bezig en ben ik nog steeds niet de deur uit? Maar goed, ik ben er bijna. Ik moet alleen nog sorbet-ijs zien te vinden. Oh, hier. Nou, 2 is al genoeg. Ik hoef zo'n 6 personen en 2 kinderen. Dus lekkere bosvruchten. Het is gelukt, jongens. Ik ben bijna klaar. Wat een hel. Kijk, hele lading. Ijs erbij. En naar de kassa. We hebben het overleefd. Ik heb bijna alles. Alleen de Kaapse goudbessen niet. Maar die worden pas donderdag in de winkel gelegd. Omdat ze anders redden ze het niet op kerst. Maar eigenlijk heb ik verder alles wat ik op mijn lijstje had. Behalve dan het fruit en de sla en zo. Komkommer. Dat is het niet geworden. Want ik dacht ook, ja, ik kan dat nu wel halen. Maar ja, het is dinsdag natuurlijk. En zondag, maandag is pas kerst. Maar verder uien. Ja, gewoon heel veel. Heb ik gehaald. Ik echt serieus. Ik zag het zo niet zitten vanochtend om het te gaan doen. Ik dacht, weet je, ik ga jullie meenemen. Ik ga jullie vertellen wat ik ga doen. En heb ik voor mezelf ook een stappenplan meteen in mijn hoofd. Weet je wel, komt helemaal goed. Maar Meira kreeg een driftbui en die wilde niet in de kinderwagen. Die ging krijsen. En nou, op een gegeven moment had ik haar dus in de wagen. En toen dacht ik, dit gaat niet lukken. Hoe moet ik al die spullen meekrijgen in de kinderwagen? Dat is toch niet te doen? Nou ja, het is gelukt. Mijn hele wagen is uit balans, maar ik heb het heel goed gesorteerd. Praktisch ingedeeld. Elke millimeter maximaal benut. En het zit erin. Nou, nu naar huis. Ik heb gelukkig ook het eten voor vanavond mee. Dus in principe hoef ik voor de boodschappen niet meer de deur uit. En dat vind ik wel een heel rustgevend idee. Ik moet alleen nog 1 keer de deur uit vandaag. Jawel, alweer. Voor de laatste dingetjes voor de kerstpakketten voor de OC. We hebben in Epe ook een locatie en daar moet ik nog even langs om die OC-pakketjes te brengen. En dan is het volgens mij echt helemaal klaar. Tenminste, dat zijn de kerstdingen dan, hè. Want dan staat er nog een nieuwjaarsborrel voor de deur. Die moet ook nog helemaal geregeld worden. Oké, go. Mandarijnen? Nee, dat zijn sinaasappels. Dat is bijna hetzelfde. Mandarijn, nee liefie, is geen mandarijn. We zijn weer thuis. Ik ga echt als een malle alle boodschappen opruimen. Ik ga het niet allemaal laten zien. Ik wil wel de recepten met jullie delen. Dat je zelf kan kijken als je het interessant vindt wat je nodig hebt. Het is allemaal niet ingewikkeld. Het is allemaal niet heel veel gedoe. En ook niet allemaal heel veel ingrediënten. Alleen de taart is ietsje meer. Maar de meeste mensen die regelmatig bakken, die hebben dat denk ik wel in huis. Ik zal de recepten even delen onder de video. Mijn haar heeft zoveel olie nodig deze winter. Het is echt... Ik had het eerst vast gedaan. Alleen toen stond ik in de lift en toen keek ik in de spiegel en toen was het gewoon een boom. Dus ik dacht, ja, laat maar los. Dan kan je het beter los hebben en eruit zien als je er, alsof je er echt niks mee gedaan hebt. Dan dat je een staart in hebt en het is helemaal ontploft. Heel even snel onder de douche gesprongen. Om toch een beetje op te kalfateren, zeg maar, voor de dag. Want dat had ik vanochtend niet gedaan. Ja, ik ga mezelf een beetje... Wat wil jij? Tandenborstel. Oké. Water. Oké, wil je mijn bril dan even laten liggen? Ik ben in ieder geval super blij dat ik de meeste dingen voor het... ik doe het even zo. Ik denk dat ik het overal kan zien. Nee. Dat de meeste dingen voor het kerstdiner al binnen zijn. Ik sprak net mijn zusjes op de app. Mijn zusje zei, ja, oh, nou. Ik zei, het is ook niet normaal. Ik haal even voorgerecht en, voorgerecht en nagerecht voor de kerst. Ruim €50. Nou, zegt ze. Dat valt toch mee. Ik heb een salade besteld bij de slager. Ik was €70 kwijt. Ik dacht, oh, wat verschrikkelijk. Wat verschrikkelijk. Ik denk dat er straks voor €1000 bij mijn familie op tafel staat en eten, joh. Ja. Nee, dat is overdreven. Papa? Nou, wat gaan jullie met kerst eten? Hebben jullie erover nagedacht? Heb je al receptjes verzameld? Even een beetje een subtiele ik ben wakker blik aanbrengen. Want, nou ja, dat helpt gewoon.
We hebben net onze lunch op. Ik had even wat eieren gebakken. Maar echt, die houdt van eieren. Maar de ochtend is het dus alweer voorbij. We zijn gezellig even bij onze overbuurvrouw op de koffie geweest. Ze was al 2 keer aan de deur geweest op de dagen dat ik niet thuis was. En toen was Benno wel thuis, want die werkte dan thuis. En die had gezegd, ja, die is er niet. Nee, kom voor je vrouw, want ze vergeet mijn naam altijd. Nee, maar die is aan het werk. Oh. Maar dan brengt ze ook altijd fruit mee voor mij. Dan gaat ze langs de groenteboer. En dan neemt ze een banaantje mee of zo. Super lief. Dus ik dacht, nu ga ik eventjes die kant op. Want we hadden verder niks gepland vanochtend. Behalve dan de boodschappen. Heb jij met stift op je mond gekleurd? Nee, ik zie het. Die heb je wel gedaan. Dus daar zijn we vanochtend gezellig op de koffie geweest. Net de lunch op. En nu ben ik aan het wachten tot het droge klaar is. Want Meijer was helemaal doorgelekt vannacht. We hebben nu een ander type luier. Maar ja, toch nog niet altijd droog, zeg maar. Dus af en toe nog steeds pech. Dus ja, de droger die staat nog aan. En als die klaar is, dan kan ze naar bed. Want er zit een slaapzak in. We hebben nog al een andere slaapzak. Maar die is ja, zonder mouwen. En ik wil gewoon dat ze lekker warm kan slapen. Dus daar ben ik nu even op aan het wachten. Meira, jij mag niet op de tafel klimmen. Ga maar heel gauw eraf. Kom. Dankjewel. Ik leg net Meira in bed. En ik was eigenlijk van plan om te gaan editen nu. Want ik heb nog genoeg te doen. Maar ik ga het niet doen. Ik ga naar bed. Want ik trek het gewoon echt even niet meer. Ik ben zo intens moe. En het was vanochtend weer 5 uur. Maar nou ja, dat is het elke dag eigenlijk. Uitzonderingetjes dagen later natuurlijk. Maar ik moet gewoon even pitten. Want hoe graag ik s'avonds ook vroeger naar bed wil dan 9 uur. Vroeger dan 9 uur lukt me gewoon niet. Het is gewoon niet haalbaar. Dus ik ga nu even slapen. Wij lopen even lekker buiten. In de regen, jawel. Maar het is niet meer koud. Want we zijn onderweg naar de Baron. Dat is een restaurantje in Epe. Mijn nichtje die zit daar nu. Die is op vakantie hier. En ze was al bij ons in de straat geweest. Maar ik lag net te slapen. Dus ja, er staat de telefoon op stil. Dus ik had het even gemist. Maar dus ik zei, ik kom er zo aan. Dus ik daar loop nooit zo. Oh. Ik loop daar nu naartoe. En dan hoop ik dat ze er nog zijn. Het zou wel leuk zijn. Want dat scheelt weer even een uurtje heen. En een uurtje terugrijden om elkaar te zien. Wel leuk, even zin in. De cappuccino was heerlijk. Ik moet heel even op Meira letten dat ze niet de weg oploopt. En nu zijn we onderweg naar de biek. Want ik had nog wat boekjes liggen. Ik weet helemaal niet hoe lang ik die al in huis heb. Meira. Ja, als je me niet de weg oploopt. Dus die ga ik even terugbrengen. Ook dacht heel even dat daar gewoon hotdogs. Kunnen jullie dat zien? Daar, nee, is een sticker. Ik dacht dat ze erin lagen terwijl de winkel dicht is. Ik dacht lekker, maar het is een sticker. Meira worden ingehaald. Ja, de deur gaat vanzelf open. Loop jij maar even voorop. Laat eens even zien dat je de weg weet. Ga maar. Maar wie is dat dan? Bo. Bo. Ja. Hier, doe jij deze er even in? Alle blokjes zijn door de hele kamer beland, dus die moeten we nog even opruimen. Nee. Maar we zijn weer thuis. Het was heel leuk om even mijn nichtje te zien, want die zie ik eigenlijk ja, 2 keer per jaar of zo. 1 keer per jaar organiseer ik voor de nichtjes een etentje. Wil ik ook weer gaan doen na de jaarwisseling, want nu is iedereen zo druk. Dus het was leuk om maar even te zien. En toen zijn we doorgelopen met... Nou, we moeten meteen op de grond gegooid. Dus...
Wat dan? Oh. Ja. Oh. Ja. Mag ik eventjes praten? Mag niet, hè? Oh, ik dacht echt dat ze me ging slaan, joh. Nou, gelukkig niet. Het is nu wachten op Benno. Het is 4:50 en Benno is... Hey, kunnen we opnieuw beginnen? Goed gedaan, joh. Benno is waarschijnlijk 6:30 thuis. Straks met Mayra maar vast eten. Ik denk niet dat ze het gaat raken. Anders dan krijgt hij niet op tijd in bed. Dus je moet om 7 uur naar bed. Oh, ik ga, zal ik je even helpen? Waar is de auto? Ja, hè? En de hond? Hond. En de stoel? Waar is de stoel? Ja, goed gezien. En schoenen? Ja, bijna goed. Ik zit weer even bij het bad. We hebben gegeten. Nou ja, maar hij heeft alleen maar saus gegeten. Die eet zo slecht. Maar goed, ik hou me er nou vast dat het vanzelf overgaat, dat het de fase is. Dus ik ga het ook niet opdringen en zo. Vooral proberen blijven aan te bieden. Dus als het klaar is met bad, dan gaan we nog heel even naar beneden. Mag ze even tv kijken. En dan gaat ze naar bed. En dan is het voor mij natuurlijk weer tijd om te gaan editen. Zo vanochtend, jongens. Ik weet niet meer precies wat ik vanochtend heb verteld aan jullie, maar... Ik was zo intens moe en ik heb vanmiddag even geslapen, met Mayra meegeslapen. En ik ben daar zo van opgeknapt, dat ik echt weer zo'n momentje is voor mezelf. Van, ja, niet, het komt weer goed. Op een dag heb je weer voldoende slaap en dan kan je weer een beetje functioneren. Want nou, ik merk gewoon dat het er zo erg begint in te hakken. Maar goed, voor vandaag... Was dat weer de max over slapeloosheid en vermoeid zijn. Ik haal meteen mijn mascara er maar af. Want dan hoeft dat niet meer vanavond. Ik moet zeggen dat ik me nou niet echt anders voel of zo als ik mascara op heb. Het moment van jezelf een beetje opdoffen, zeg maar, voor het idee van dan zie ik er een beetje wakker uit. Dat is het vooral, maar daarna dan ben ik het ook gewoon helemaal weer vergeten dat ik het op heb. 9 van de 10 keer heb ik het natuurlijk ook niet op. Tenminste, je kan beter zeggen, 99 van de 100 keer heb ik het niet op. Wat is er, lieverd? Nou, ik haal dit er nog even af en denk dat zij dan alweer... Ik kan natuurlijk niet zien wat ik aan het doen ben. Uitgespeeld is in bad, wilde ik zeggen. Oh, dankjewel. Nee, die moet vies nu. Die moet in de prullenbak. Goed. Helemaal vergeten om vanavond nog Julia bij te pakken. Maar ik heb zitten editen. We hebben thee gedronken. We hebben vlogs gekeken. We hebben tv gekeken. We hebben bijgekletst. Het is nu 9 uur. Bedtijd. Morgen staat er weer een lange werkdag op de planning. Leuk dat je erbij was vandaag. Ja, ik ben aan het nadenken en praten tegelijk. Dat werkt niet. Ja, ik hoop dat je een leuke dag hebt vandaag en anders slaap lekker als je nou ook naar bed gaat. Ik zie jullie morgen weer. Dankjewel voor het kijken en vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Doei!